Nederlanders maken massaal gebruik van internet. Online vergelijken we producten en diensten, doen we aankopen, kijken we tv, spelen we games en zijn we actief op social media. De verwachting is dat het internetgebruik de komende jaren nog verder zal toenemen, vooral via smartphones. De ontwikkelingen online gaan razendsnel en dat brengt helaas ook risico's en problemen met zich mee. Denk aan spam, malware, onwenselijk gebruik van persoonsgegevens. Onvoorziene kosten van bijvoorbeeld mobiel internet. En webwinkels die niet op tijd leveren of geen geld teruggeven. Consumenten die een bepaald product op het internet overal tegen dezelfde prijs tegenkomen en daardoor onvoldoende te kiezen hebben. Als toezichthouder treedt de autoriteit consument en markt op tegen deze risico's. Zo beschermt ACM consumenten en bedrijven tegen spam en malware. En ACM maakt consumenten bewust van online gevaren bijvoorbeeld door te waarschuwen via consuwijzer, zodat consumenten weten hoe ze veilig kunnen internetten. Ook zorgt ACM ervoor dat webwinkels zich aan de regels houden en consumenten goed behandelen. Heeft u een mening over wat ACM kan betekenen voor de online consument? Denk mee via www.acm.nl.